afstand die Boucher eigenlijk niet met een handen zou mogen geven. Het is ook zo dat John Dekker zich weinig zorgen maakt. Kijk even opzij, hij had 53 km per uur wel in de rechterbaan. Elsa Overdoor tegen de 50 van John Dekker links. En dus moet hij toch wel even aan rijden. Maar Dekker wist precies waar hij mee bezig was. En maakt in de linkerbaan de 2-0. Yeah.
Ja.